Ik ben Seppi Deze de Gatnia, eigenaar van restaurant Wijnbar Divine by Seppi in Antwerpen. Ik heb vandaag met Mark afgesproken en hij is laat. Seppi, ik heb vandaag 2 flessen witte Bordeaux wijn meegebracht. Hey, we zullen kijken wat je bij hebt, Mark. Ik zie dat je 2 totaal verschillende stijlen van Bordeaux bij hebt. Dus het is eentje die vooral een algemene appellatie van Bordeaux draagt. En als we kijken op het etiket, dan zien we dat het vooral gemaakt is op basis van Semillon-druif. Semillon geeft vooral wat beetje rondeur aan de wijnen, mooie structuur en lager in acide. Terwijl dat we hier een Pessac Léognan hebben van Graven. Hier hebben we vooral Sauvignon Blanc. En in combinatie met Semillon uit Gravenstreek, dus kalkrijke grond zoals dat we opgenoemd hebben, die voor fraîcheur en finesse gaan zorgen. We gaan zo dadelijk proeven. Je merkt direct de open karakter en heel frisse citrusaroma's daarin. Een licht rokerig accent, zo wat beetje fumé, getoast die daarin verbergen zit. Maar vooral getoast aroma, zo'n beetje licht rokerig accentje. Zo'n beetje de aardse karakter die naar boven komen ook. Dat maakt de wijn natuurlijk wat beetje complexer en uitdagender om de verschillende gerechten te combineren. Van klassieke visbereidingen tot meer naar bijvoorbeeld, naar mijn mening toe, naar ceviche, om wat mooie zuurtegraad daarin te hebben. Een beetje pikantere toets misschien. Maar ook de sharing foods dat we bijvoorbeeld hier in Divine serveren. Echt een tafeltje vol. Dus die kruidigheid van de Midden-Oosterse keuken, zoals curry een beetje, maar die op zachte manier gebracht is. En tegelijkertijd wat hummus, wat aard. De smaken combineert heel goed met dit wijn. En voor zo'n wijn, welk budget moet ik voorzien? Voor een heel mooie fles zit je dan toch rond 20, 25 euro. Tot speciale handels, tot in supermarkten, overal zijn er echt wel kwaliteitswijnen voor dit prijs te vinden. Nog eens bedankt.